Welkom iedereen bij mijn Let's Play Chrono Cross. In het vorige deel gingen we onze gasten toe en kregen we een nieuwe partymember bij, Kit. En in dit deel gaan we naar Turk naartoe. Hey, what's on you need to do? Our excavation is complete. Just stick to the low path and make your way through. We still have some men working on the high ground, so do not interfere with the work. Vind ik best. Yay, monstertje! Yay! Yeah. Wat voor monster hebben we hier? Hondjes! Een Bubba Dingo, een Mama Dingo en een Bubba Dingo. Daar hebben we aan. Hij slaat me niet. Sla, 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 sla. En we zijn level 3. Mooi. Huppakee. Ik vind die beesten best lelijk. Serieus. Maar nee, ik weet het niet. Element, Bubble 2 op Mama Dingo. Huppakee. 35, dat is veel. En laten we haar maar mooi een magma bom doen. Huppakee, huppakee, huppakee. 17, 17, 18. En go! Strengthen! En dan wordt het opeens aanval heel schrik, vele malen sterker. Huppakee. En je stopt bijna dood. 9, 11, mis. En een kleine vuurbal is genoeg. Als je ziet, kom je field effect 2/2. En dan wordt mijn aanval vele malen sterker. En dat is awesome. Dat is heel awesome. Perceived, HP plus 1. HP plus 4, dat is veel. Doe natuurlijk party. Letter, fur en fur. Dat is cool. Ja, volgens mij zijn er niet meer monsters hier, dus gaan we gewoon door. Hey, kijk wie daar weer zijn. Dat zijn Pepper en Salt. We can shake it down back to the manager like this. We failed in our mission. That was awfully awful back there, Pepper. I want the rematch. By the way. Ja, dit vind ik echt awesome. There's something just like that, Pepper. Oh, you remember? So you look like that, huh? Actually, this him. Merk je dat nu pas? Dat is zeer leuk. Jullie zijn echt achterlijk. Ja, de dikke en de dunne, alleen dan game versie. It is time, I'm sure to bring a black element with me, Pepper. Good luck. Ja, goed gedaan, jongens. Dat hebben jullie zeer goed gedaan. En turn black. Oh dear, dear. There was no black attack element you used just now, was it? Was a black element that makes your first more subdued to attack on the opposite? You did bring a white attack amulet with you, didn't you? Jullie zijn echt dom. En hij heeft strengthen. Oké, cool. Laten we dat meteen maar weer fixen, hè. Dan doen we maar gewoon een vuurbal 2 op jouw hoofd. ...47. Dat is schade. En ik ga het kind maar mooi met Salt vechten hier. En low res. En wat doet low res? Defense temporarily decreased. Oké, dus de ene gooit zijn aanval omhoog en de andere gooit zijn aanval naar beneden. Handig. Pepperbox. 25. Oeh, wat sterk. Ik heb mezelf even. En dit is een tablet. En tablet is een ding zoals. Er was van ik keer 1 op postaat kunnen maar 1 keer worden gebruikt. Dus. Ja. Kan ik hem ook weer mooi uitleggen. Mooie magma bom altijd. Damn it, ik mis ook nog. Cross cut. Wat gaan jullie doen? Ah nee!
Ah, jullie zijn echt dol. Maak Q plus 1. Ja, ik ga mijn tegenpartij helpen. Dat is handig. Hoppakee, helemaal geheeld. En dan element. Doe mijn vuurballetje op jouw hoofd. Hoofdburning! En de gasten bijna dood. Lores. Dammit. En hij doet wel Pepperbox. 18 na de mix. Eén keer slaan. Eén keer. Hoppakee. En een pupil 2 op meneer Pepper's hoofd. Pepper burning. Het is nu een krof level. Oh, dat doen we goed. Misschien zo lekker op. Uplift. En weer jullie konten helemaal laten verbranden. En dat beest is cool. Kan ik bij dat beest komen? We investigate in the supernatural. Ja, toe, we zijn exorcist. Oh, great. Gewoon lullen, altijd lullen. Het houdingsstad van Jan. Oh. Ah, cool. Oké, dat is eng. Like you. Yeah, no, you and I are both dead. Hey. Ja, Tuuk. Tuuk gaan we jou met je body vinden. Heavy skull. Nou. Dan gaan we op zoek naar een gast, hè. Oké. Nou, daar hebben we. Dus mag op zoek naar een paar onderdelen van hem. Oh ja, voor het. Ik ben hier nooit geweest, dus. Ik heb ook geen idee wat ik eigenlijk moet doen. Een monster beneden. Nou, als ik het goed heb, was hier die mooie. Vogel. Waar ben je de vogel? En ik wil graag vechten met de vogel. Is dat dom voor mij? Ja. Dan wil ik graag vechten met de vogel. Ja, vooral als het dood al is. Tenzij je echt veel schade doet. 21 schade. Is dat veel? Ja. Als we ons best doen, dan is er niks aan de hand. Element. Oh, we kunnen dash en slash. Dat is een awesome attack. Dash en slash. Even een mooi post. Scroll. Leuk voor. Oké, doe maar even een vuurbom 2. Handig en handig. 29. Scroll. Ja, we doen niks. We slaan je alleen even op elkaar. Pack. Oh nee. Het is een Pokémon in de pack. Holy shit, 73. Dat is wel heel veel. Misschien was het niet zo slim om met hem te vechten. Nou, dan kun ik tenminste ook uitvogelen wat gebeurt als je doodgaat. Ja, dat wist ik nog niet. Hoppakee, tablet gebruiken. 21. Element, magma bom. Mijn god, die wil even sport. Oh nee, ik doe weer back. Nee, ik ben een grond Pokémon. Nee.
alle drie, ja, ik heb dood. Ik ben dood! Dat is niet leuk. Nou, ik wil tenminste weten wat er gebeurt als ik dood ga. Thus, the life force called Sergei was not even allowed to be born into this world. Hey, fate has no forgiveness for those who dare stand against it. Ik vind alles best, maar zet mij niet terug op het punt wat ik gesaved heb, want ik heb niet gesaved. Nee. Nee. Alles behalve dat, alles behalve dat. Ja. Dan kan ik een, heb ik een continue. Ja. Maar dat is bij de Port Town of Termina. Ja, dus even nadenken of ik dit wel of niet zal doen. Want heel simpel, als ik dit wel doe, dan skippen we een klein stuk. Een heel klein stukje. Ja, wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Als ik, heel simpel, als ik dan een nieuw game doe, moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ik doe maar even dit. Ik doe maar gewoon even dit stuk. Ik heb toch niks anders gedaan. Het enige wat ik toen met dit stuk heb gedaan is wat ik in Termina kwam en gesaved had. Kijk, dit is heel lui van mij om te doen, maar... Heel simpel. Hier is Fossil Valley. Kijk, Fossil Valley Noord. En dan was hier met de vogel. Dus als we gewoon door waren gelopen, waren we zo in Termina geweest. En nee, ik heb die clownschedel niet gedaan. Die quest, want dat had ik toch niet. En dan kwam je hier in Termina uit. Met z'n werelds awesomest muziek die er is. Oh ja, en ik had een ander zwaard, dat is alles. Maar hey, ik wil het ook, ik ga het echt toch gewoon meteen eruit. Ja. Ik heb volgens mij looking to get into Master's Piper's Minnow, good luck. Oeh, ik wil een Piper Minnow, Nou, dit is Lisa's, hier kan je elementen krijgen. Ik vind het best awesome, omdat dat mooi is. Bye. Nou, ik kan heel veel dingen krijgen. Maar we hebben zelf ook, we hebben al heel veel van deze spullen al zelf al gekocht. Dus dat is heel handig van ons. Ja, kijk, meer hebben jullie echt niet gemist hoor. Verder in het spel was ik ook niet echt. Nee, dit was de save file die ik had gemaakt tijdens mijn eerste poging om te op te nemen. En hier is de smid. En had ik dan meteen maar eens gezien hoe de smid ding werkt hier. Je koopt je wapens niet. Nee. Je moet jezelf forgen. Dus je moet alle spullen gaan verzamelen. En ik had nou, ik heb nou een copper swallow. En een bronze dagger of een iron dagger. Iron hebben we niet, dus doen we maar een bronze. En nou, wij mag ik geen meer hebben. Nee. En deze gast is Zappa. En Zappa is awesome. We lopen gewoon langs. Lol. Haha. Delicaat houdt van grasman. Ah. Same, but the art of smith is the money. Like. Well, every time the hammer strikes, we pit. Ja, yeah, oké. Okay. Ah, goed, goed, goed. Ik loop al weg, Ah, damn it. Ik heb iemand zwaard. Best. Dat is kut. Equip. En we geven haar een bronze tag en dan verkopen we ons oude wapens. Cel, wapens. Oké, kom eens voor. Oh, goed. Oh ja, en zie je wel ook kunnen verkopen wat ons beginwapen was.
Nou, dan hebben we weer veel geld. En loop even hier naartoe. En dit is niet de Vipersman, of mensen die het denken. Want hier is even uit wat ik graag wil. Profiteerbeurs. En wat is een profiteerbeurs? Laat ik even zien. Equip. Equip kit. Gaan we naar accessoires. En slight increase the amount of gold received at the end of the battle. Zeer handig. Oké, okay, en lopen. Dit is een hond. We kunnen hierin, mooi. Geinig, wat is dit? Hey meisje, wat is dit? PS staying at Sabas Place, this is here, but it sounds fishy. Of wel een bol. Bol. Die hond vind ik wel awesome. Mooi plek allemaal. En met die gast moeten we daar praten met iemand bij die boot. Met een boot. Ja, dat is een zwaard. En ik wil dat een zwaard. Dan wil ik het zwaard op wat er als awesome uitziet. En alles waar die awesome uitzien zijn ook awesome. Tenzij het freaking Dungeon Defenders is, dan niet. Beneath the Sacred Sword, the war is lie. 14 Assassin, ja, Dragoon, Grandmaster Garia. En 14 Assassin, Dragoon, Grandmaster Dario. En Dragoon is, net zoals Pepper een Salt. Zijn een soort van krijgsmacht hier. Hey gast! Yo! Hey, you want to get to 5 mana? Can you take us there? What are you gonna do? You're gonna steal treasure? Ja, misschien. Of we gaan even Cars weer een bezoekje brengen. Oh. Dus moet iemand gaan vinden die weet waar... hoe je naar de manor kan komen. Nou, en tot zover was ik ook gebleven met mijn eerste opname sessie. Dus dit moet even zoeken. En wat altijd een goede plek om te zoeken naar mensen die iets weten? De bar. Ja, dit is een beetje normale logica. Nou, er zijn altijd wel mensen die iets weten. Wat is dit eigenlijk? Ik zie een gezichtje. Het is een waarzegter, of niet? Een waarzegter. Ja, doe maar. You're not dead or anything, are you? As I'm going to go back from the cave beyond. Waarom denkt iedereen dat ik dood ben? Quit. Waarom denkt iedereen dat ik fucking dood ben? En dat is of een jongen of een meisje. Vanwege de borstkas zou ik zeggen dat het een jongen is, maar... hij ziet er zo vrouwelijk uit dat ik het niet weet. Ik weet niet of gasten iets weten. Hey, jij moet iets weten. Jij moet iets weten. Ik weet het zeker. Mijn name is Gil. I'm having such a bad with Portugal by the bridge. If I cannot ask you this, but... wacht even, wat is dat voor weddenschap? Krijg je iets voor terug? Impregnable fortress in this world. The toast of my concrete skin. So if business at the manor as well, interesting. Gambling is a lot more interesting with high stakes, is ook zo. A seasoned sailor and a sturdy boat that crossed the rough waters. We kennen iemand, dit kortje. Duke, je mag meedoen. Gil, enigmatically joined your party. En dit wordt ook de eerste gast waar ik hem een andere naam gegeven. En ik ga hem noemen. Frank. Frankie! Frankie van this place. En... nee, ik word niet Frank, ik word Frank. Frank. Zo. Hoe doe ik het? Ja, confirm. Hij heet Frank. En laat het nou staan. So, once you find the boat, please rest with me, as I'll catch you. Ok,
vind ik goed. En we hebben nou Punk als onze member. En hier beëindig ik het deel de volgende dag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En het volgende deel gaan we naar Viper's Manor. En als een goede vriend, Punky. Zie jullie dan wel weer. Doei!